Welkom in de vierde dimensie. Vanavond zijn we toe aan de laatste aflevering van deze reeks. En ook nu weer hebben we een fraaie collectie verzameld van bizarre verhalen. Ervaringen met andere werelden, getuigenissen uit de vierde dimensie. De volgende reportage gaat over heldere zienden. Mensen die blijkbaar over een zesde zintuig beschikken. Die dingen horen en zien die andere mensen ontgaan. En dikwijls worden zo'n paragnosten ingeschakeld door gerechtelijke opsporingsdiensten. In de hoop dat ze door een bijzondere waarnemingsgave een of andere aanwijzing kunnen vinden. Tarkil de Lare is zo'n helderziende. Iemand die er op een of andere manier in slaagt in contact te komen met het onderbewustzijn. Met wat kaarten vol symbolische tekeningen als hulpmiddel brengt hij informatie naar boven die je niet geacht is te kennen. En het is echt geen truc. Van kinds af aan voelde ik dus bepaalde zaken heel sterk aan. Ik voel dat niet zozeer als een buitenpersoon in feite die meer kan als iets anders. Maar ik voel het heel sterk aan als een gewoon iemand die dus heel sterk op intuïtie werkt. Soms hoef ik wel eventjes mijn ogen te sluiten, maar dat is heel minim. Dus ik voel het heel spontaan aan. Het kan zijn dat ik in de wagen... Dus sommige mensen zeggen wel eens van, kijk, ik heb aan die persoon gedacht, een oude vriend. En ik kom van, dus jaren geleden heb ik hem nog gezien. Ze denken er plots aan en s'avonds gaat de telefoon. Dus van die vriend. Dus dat zijn dus zaken die bij mij geen toeval zijn. Dus ik geloof niet echt in toeval. Ik denk dat alles zomaar niet gebeurt. Soms gebeurt ook bij gewone mensen consultants dat ik iets krijg. Dus bijvoorbeeld een vrouw komt bij mij. Dan kan het ook zijn dat ik zeg van, kijk, ik zie een scheiding bij jou. Of je bent al gescheiden, dus dan krijg ik meestal de schaar. Dus een teken van afscheid. Soms kan het ook zijn iets grappig. Een slaapkamer die pas veranderd is van interieur. Of een heel sterk frappante zaak. Bijvoorbeeld, ik zie een kast die moeilijk opengaat. Dus dan voelen we dat ook, dan zien we die kast ook moeilijk opengaan. Het kan soms gebeuren dat iemand vermoord is, laten we zeggen, in een garage. Dan gaan wij ter plaatse. Of in een wagen, dus dan zou ik ook vragen, mag ik in die wagen eventjes plaatsnemen of mag ik daar aan voelen? Dus dan kan het ook zijn dat ik bepaalde zaken heel sterk aanvoel of beter aanvoel. Omdat ik dan echt in die persoon kan inleven. Dus hoe beter ik me eigen kan inleven dus in een bepaald iemand, hoe gemakkelijker het binnenkomt. Dus het is voor mij heel moeilijk om dat zomaar te vertellen, maar het gebeurt eigenlijk heel spontaan. Tarkild wordt geregeld geconsulteerd bij verdwijningsdossiers. Zoals 3 jaar geleden, toen een jonge vrouw spoorloos verdween en de familie raadloos op zoektocht ging. Compleet vertwijfeld kwamen ze bij Tarkild terecht. Eerst en vooral is de broer bij mij gekomen dus op een demonstratieavond. Dus ik gaf een toevallige voorstellingsavond in Gent. Was voor een kleine groep. Die broer is dus met een foto... Op tafel heb ik dus de foto afgenomen. Ik heb daarop gewerkt, op die foto op Ida. En ik zag meteen dus bepaalde stukken van schoenen en zo verder. Dus ik zag heel veel schoenen bij die persoon. Later is ook gebleken dat dat meisje, dat Ida, verloofd was met een schoenmaker. Ik heb toen ook aangevoeld, als ik de foto nam, dat ik heel veel water over mij heen voelde. Dus ik wist ook al op een 15-tal seconden te zeggen dat het meisje... waarschijnlijk volgens mij 85% overleden was en ook in het kanaal zich zou bevinden. De gerechtelijke diensten zetten een grootscheepse speuractie op. Eerst langs de oevers van het kanaal. Daarna kamden de duikers de bewuste plaats nauwkeurig uit. Hun zoektocht bleef zonder resultaat. De familie contacteerde Tarkild opnieuw. Ik heb het kanaal dus ook bekeken. Ik ben daar ook rustig gaan wandelen met de broer van Ida in feite. Die is bij mij gebleven. Ik heb gezegd op een bepaald ogenblik, hier ongeveer zie ik de fiets staan. Dat was ook juist, dus volgens de getuigenis van de politie en zo verder was de fiets daar gevonden. Op een zeker moment, een 50-tal meter verder, heb ik ook aangevoeld op een bepaald moment op een boom dat ze daar in het water zou gegaan zijn, dus in feite. Op het moment dat ik die boom vastnam, zag ik plots 2 personen in het water. Later is ook gebleken dat een getuige, dus een oude man, is ook ondervraagd geweest door de politie en de broer. En het bleek dat vroeger, een paar jaar geleden dus, voor het feit van Ida,
Dus een vrouw ook met een kindje in het water, dus zelfmoord had gepleegd. De broer heeft mij opgebeld op een bepaald ogenblik. Die heeft gevraagd van, kijk, kun je nog eens ter plaatse komen? Wij gaan een tocht maken met een boot over het kanaal, dus waar Ida zou verdwenen zijn. Dat was inderdaad toen nog op dat moment een groot vraagteken, omdat dus ik ook niet zeker wist van, kijk, zolang dat het slachtoffer niet kan gevonden worden, heb ik eigenlijk nog altijd geen gelijk. Dus we zijn die boot ingestapt, we hebben dus op heel koud weer hebben we dus een tocht gemaakt. Ik heb mijn hand in het water gehouden, ik heb constant bepaalde dingen aangevoeld, bepaalde indrukken. Dus ik kreeg ook plots aan dat ze zei van, ja kijk, ik ben hier, zeg maar dat ik hier lig. Ik heb toen op het moment gezegd van, kijk, jullie mogen stoppen. Volgens mij zal Ida hier naar boven komen in die zone. Later, 2 maanden later, is ook een grote zoekactie geweest. Er werd ook niks niet gevonden en toch is de Ida dan toch op die plaats naar boven gekomen. Ik had heel duidelijk aangevoeld dat Ida dus in het water zou liggen, dat ze dus volgens mij zou overleden zijn. Dus emotioneel was dat dus heel moeilijk om dat te vertellen. Maar die broer zei ook, we moeten een soort rust vinden. We mogen die onzekerheid niet meer hebben. Dat was ook heel zwaar voor die familie. Dus ik ben nadien ook daar heel vriendschappelijk nog later mee betrokken geweest met die mensen. Dus dat is een hele goede band geweest. Maar toch was het emotioneel heel moeilijk, omdat ik mezelf nadien dus ook na het werkelijk vinden van Ida en de begrafenis, heb ik het ook nog 2 maanden nadien ook moeilijk gehad. Ja, omdat je werkelijk ook invoelt in die persoon. Tarkild werkt sindsdien nauw samen met gerechtelijke opsporingsdiensten, al gebeurt dat nooit officieel. Het werk van een paragnost herkennen valt trouwens wel meer mensen moeilijk. Zelfs zij die er heel nauw bij betrokken zijn. Ik heb het nog altijd moeilijk als ik 's morgens opsta om te zeggen van, kijk, ik geloof in het paranormaal. Ik heb het nog altijd.